Nou, zoals je ziet hebben we een, zijn foto hier neergezet, een boek daarbij gelegd waar leerlingen en ook docenten in kunnen schrijven wat ze willen. Er staan bloemen bij, ze kunnen hier met elkaar in gesprek gaan. We hebben een bankje hier in het lokaal staan waar ze even rustig kunnen zitten. En daar wordt volop gebruik van gemaakt. Veel leerlingen en docenten laten een boodschap achter voor de familie van de jongen. Laatste berichtje dat erin geschreven is, door een docent. Lieve Wahib, ik denk aan je, rust zacht. Nou, dit soort berichten en ook wat langere verhaaltjes, wat leerlingen met hem mee hebben gemaakt, zijn hier in het boekje opgeschreven. En dat, daaruit blijkt ook wel hoe groot het verdriet en de verslagenheid hier is. Gisteren kreeg de jongen een hartstilstand na het innemen van aanstekergas. Reanimatie mocht niet meer baten. Hij zat in de eerste klas van het Montessori Lyceum. Er zijn veel leerlingen die hem goed kennen hier. En die vinden het onbegrijpelijk dat hij er nu niet meer is. De school heeft nog niet eerder meegemaakt dat leerlingen aanstekergas innemen. Wat we nu horen van leerlingen en docenten is dat ook echt, dat die daar heel verrast over zijn. Dat het echt voor het eerst is dat zoiets gebeurd is. Althans, voor zover zij dat weten. Samen met de basisschool waar de jongen op zat, is de school een actie gestart om geld in te zamelen voor de uitvaart. En daar komen veel reacties op. Ja, ik merkte vandaag dat er op een gegeven moment telefoontjes kwamen van een aantal mensen die spontaan hun diensten aanboden en ook geld aanboden om de familie te helpen. Ja, heel hartverwarmend.